Oké, gaan we dan naar de jongens van 12 jaar. En we zien daar goede stappen en goede sprongen daar over die eerste hoek in. En we zien toch zelf al het nu al hier een koppositie gaan pakken. Kevin van Uden, maar ook Dirk staat er heel goed bij. Hij ziet het goed toegemaakt. En ik hoorde nog dat hij vorige week nog even hard op luid ging. Maar hij zit er gewoon weer heel goed bij daar op positie nummer 2. Daarachter zien we een losse sprint voor Roy Prinsman. Dus de man die daar heeft op positie nummer 3. En ook Kutler zit erbij. 100 en, nou ja, moet ik even gokken, ik kan het doorlezen, net op water, 137. Hij zit er inderdaad op positie nummer 4 bij, net voor 71. En dat is Kevin van Barto. En van Barto moet nog even oppassen, want het is enige spannende in het groepje. Want de gaten zitten er tussen de 100 jongens van 12 jaar. En we zagen hier ook nog een hele sterke tussen. Toen we weer goed kijken, Kevin van Barto rijden. We doen naar rit nummer 43 bij die 12-jarige heren. We hebben ook hier een mooie volle groep bij elkaar zitten. En opnieuw dat stichting binnen de Green Team vooraan rijden. Mick Schepers zijn nog sterke, snelle mannen door. En hij neemt dan Erik van der Wiel mee op positie nummer 2. En de man die hier vandaan komt, rijdt op 718-3. Mag de hoppo, en moet hij nog even volhouden hoor. Ik ga het voor doen. Richting positie houdt hij dus positie nummer 3 voor Gerrit Kosten. De volgende groep in deze leeftijd gaat natuurlijk, we gaan opnieuw kijken naar dat UGC. We gaan namelijk kijken naar voetonderwijs. Want de wijs die daar goed getrokken is en helemaal vooraan terug te vinden is. En dat is toch een plek waar je voor zit. We zien ook de eigen trots in deze groep rijden met Gerardo Slot. Hij zit er op positie nummer 2. En dan moeten we even gaan kijken wat erachter zit hoor. We zien in ieder geval een oranje shirt en dat is dan het shirt van Assen. En dat betekent dat we gaan kijken naar Leon Kiers. Hij zit er op positie nummer 3. En met zijn drieën gaan ze de afstand nemen door. Oh ja, nee, dat gaat niet lukken hoor, helemaal achteruit. Dat is geen goede bocht, maar Romano Drop, hij schakelt het zelf uit in marge nummer 1. Daar komen we in de categorie van Boy Zendia. Dat is een beetje met twee mensen uit Nijmegen, volgens mij. Dat zal in ieder geval Ruben Mann zijn. Samen met de man uit Amersfoort. Want dan kunnen we kijken naar Rowan Struijs. Dat zijn de eerste twee. Waar het de IJsselcrossers goed gemist op die compositie, denk ik. En ja, dan hebben we Kevin Elbers. En Kevin Elbers kunnen wij aan het voorstellen als een van die kanshebbers in die categorie Boys van 13 jaar. We kijken dan naar die belangrijke vierde positie. Nick Den Hartog Flying Bikes voor Renners daar op positie 4 en 5 op weg naar een rechtstreekse finale kwalificatie voor deze boys van 13 jaar. Robin Dijk, die jumping away hier maakt met de man Hoeper, Bellingham is hier. We kijken naar Wietse Bloemhoff. Bloemhoff is hier betrokken, ja, bij die 12-13. Zij wint over het algemeen alles waar zij start. En dan zijn we nu wat haar concurrentie vandaag wordt. Misschien hier vanaf eigen baan. Annieke Drukkeram. Ja, ook even die landelijke toppers die we hebben. En die weet met categorie 17-19. John, Rudy Huismaar. Zij rijdt hier voorop. De bonnet is zelf uit Kennissen. Wel, die zit voor het nummer onder de volgende. Kimberly Balslaaf volgens mij hier met 268 op de die we vandaag hebben. Ik gok dat zij harder gaan fietsen dan die jongens die in de leeftijd van 18 plus zitten. En ze zijn nog maar 14 jaar, hè, want daar hebben we het over. Waarin Van der Heijden uit Apeldoorn en Mitchell Schotman. Ze staat er ook in Kortrijk over en hier zijn de 1 en 2 in rit nummer 49. Dat zijn ook wel twee van de grote kanshebbers. Daar gaan we misschien Ben Jansen nog aan toevoegen. In deze marge, Gerwin van der Brink. Het is Mr. Kingman. Ja, Jeroen Rutteveld. En die zit nog achteraan hoor. Wesley van Bergen, Matthijs en oude Robin van der Meel. En Desmond van der Broek. En het is die laatste man uit Apeldoorn. Outsider zit in die categorie van 14 jaar. Samen met 475 en 475 is net die van de Bergen. Top namens de Spartanen. En dan gaan we naar Alex Bols die goed meekomt. Namens de club uit Hoedeklub, de IJsselcross. We gaan naar de man van de Flying Bike, Rammetje van de Hunning. Tweevoudig kampioen van Midden-Nederland werd hij vorige week in Nijkerk. We zagen een top presteren tijdens de topcompetitie in Bonnenswaard. En natuurlijk de dag halve finale rijden met nieuweling Europees kampioenschap. Hier gaat hij op top, voordat hij hem uit Hengelo. Dat zijn de nummers 1 en 2 met 3 toppen die daar aansluit op de derde plaats. Tweede categorie, boys 15 jaar, ja, dan hebben we toch wel over de outside snelheid naar de race kijkt. Daar overvoor. Hij wordt elke wedstrijd een beetje beter en hier komt hij als eerste door. Voor zijn trainingsgenoot van het tijdje, Kevin Veenstra met 7-4-4. Daar had je een gaatje gehad, Kevin.
voor 3:22 op korte van een ander die daarmee komt op de derde plek. Roland Barels, en dan denk je toch dat we de twee grootste kansen hebben gezien hebben in die eerste race. Hoor. Het is Barels in ieder geval op kop, samen met Willem van Doesburg, Bas Schildering, Aad van Dam. En de middenkrop is op de vierde positie zijn al hier met Brian Stoel. En die vierde positie geeft hem dan recht op een halve finale plek. En voorlopig lijkt dat heel moeilijk te gaan voor 2:38, Bas Schildering, de man van FCC Apeldoorn. Leding 14-15 met onze burgertitel aan de haal. En hier ligt ze op plaats nummer 2 voor 183. Dat lijkt me de finale van de berg. En die belangrijke vierde plek die rechtstreeks toegang tot de finale geeft. Gaat naar deze plaats naar Jessica ten Kaart. Rachelle Pater, Jessica Buitenhuis, Sara de Boer, Jimmy Wormvoort, Daisy Hol en Eetje van Elf. We kijken in ieder geval hier naar de vrouw uit Putten. 183, Jessica Buitenhuis, zij is de vrouw op kop. En zij wordt gevolgd door Gelder Halten, Daisy Hol. En dan zien we niet al die dames uit Putten voor in zitten nu hoor. Maar we vorige keer nog 6 mensen mee komen nemen naar de finale. Dat zijn we nu blij om te winnen geworden. 138 namens Rachelle Pater, zij zit op die belangrijke vierde positie. Bij je niet om te sluiten, rijdt je daar op de eerste positie. Oh, daar gaat het slippertje van de man op kop en dat is Ruud Box. En dan moet je een plekje terug, omdat Van Sluiten natuurlijk daar voorbij gestroomd. En we kijken ook naar 8:36, ook hij komt van achter. Van de Velde, daar moet Box nog op gaan pakken, want hij komt heel hard al in zet laten boven van achteraan. En Velde valt er met Dennis van Duisburg. Jongens, wat een groep hier, Corné Snippers. Hij zit pas op die 5e of 6e positie in die boys van 16 en 17 jaar. Categorie boys 16, 17 jaar. De kans hebben van vandaag, denk ik, is de man hier op kop uit Putten. Hij wordt ook een wedstrijd tegen op Paulsje van der Leij. Oh, wrecking daar. We zien Hekman die er last van heeft en een Paulsdijkje achterin. We zien Berry al net nog komen. Kijk, had 1, 2, daarna hoort. Zit in de leeftijd, klassenslaan, dat jullie gewoon komen zijn. Die zit daar op die derde positie. Dat lijkt me een andere man uit Putten. Die zit hier nog meer al. Nee, je hebt gezien, dus je kan niet. We kijken naar plaats nummer 59. Dat is Erwin Hooyer van de NCC Nijkerk. Gevolgd door 3-6, Geert Van der Munt. Hij zit op die vierde plek met Hekman hier op 6. En dan wat last van die valpartij. De valpartij van de Mannelijke Braalte is Hessel Thijssen. Boys van 18 jaar en ouder, daar zijn we mee betrokken. Steen van Vierling, hij is eerstvoudig Nederlands kampioen. Hier nog vanaf de vierde positie gekomen volgens mij. Maar de competitie gaat naar de kampioen van Nijkerk. De kampioen van Midden-Nederland, daar pakken die ze nog op de finish. En dan hebben we natuurlijk ook de man van de Flying Bikes, Kootwijk Groep. En dat is Roy Kibakta. Bakt hier op de eerste positie, hij geeft hem geen ruimte. Maar we zien hem echt niet terug hoor. Het lijkt me wel weer op 2. Steen van Welmen die juist nog heel verder naar voren schuift. Voor FCC Amazone met Arjen van Rinsen. Kijken naar een sterke maatje met Dion Klante, met Ivo Knievo, Rocky Kuiper, met Melvin van der Brink daar op de derde positie. En wie krijgt die met hem mee dan? Dat lijkt me Rens Homo. Homo hier van FCC uit Amersfoort. Daar doorschuiven naar de derde plek. Oh, komt er een hele serie van achteraan hoor. Met die Jan de Alberaan doorschuiven. Oh, natuurlijk van der Brink helemaal op die 6e positie maar liefst. Ja, hij lijkt het al op te geven. Misschien ook focussen op die promotieklasse waar hij ook nog in te zien is. Maar we kijken in ieder geval naar de eerste plek. En de eerste plek gaat naar Dion Klante. Ja, daar gaan we nog vijf hoor. De rustig keer zet worden. Dat heeft de plek. En dan ben je mee naar de halve finale. 18 jaar en ouder, daar blijven we met Jeffrey Koendering op. Hij is al 18 inmiddels. Die met het tijdmannetje wat we altijd samen rijden. Extreme Fun Racing. Dat is de man die hier op kop zit. Hij is natuurlijk ook geen kans hebben in deze nieuwe categorie voor. Voor nummer 3 uit Nijkerk is Robin Hoogland. En we kijken naar Nuland met Rob de Blauwen. Van 16 jaar en ouder. Zij rijden een wedstrijd finale met One Bicycle van Hink. Dat is Soraya in dit geval op de eerste positie. Ook hier wel een sterke bak hoor, met mensen op 2. We kijken naar Mariska Boschert, zij zit daarbij op die derde positie. En aan de vierde naar de finale en die vierde plek gaat naar Witschoten. Kijk eens, Flygenburg. Flygenburg die met Valerie Meijners met aanval van 044. En 044 is het nummer van Joyce van den Burg. Zij schuift namens de Hoeveelbergen door naar een vierde plaats.
Race nummer 63, nog steeds categorie meisjes, 16 jaar en ouder. Femke Maaisak, Tessa Meerling, twee sterke dames die de opdracht blijven natuurlijk als kans hebben. In de kosten, die had ik nog niet genoemd, denk ik. Rijden voor FCC de Waterbeeld. We kijken naar plaats nummer 63, Femke Maaisak. Zij is natuurlijk van, ja, zij is een echte sprinter natuurlijk. En dan weet je dat je energie moet sparen. Dat je moet zorgen dat je bij de eerste vier bent, meegaat naar de finale. Samen met Meerling, met mensen. En als het nu eruit ziet met Rea.